De Nationale Milieuautoriteit, NMA, moet nog operationeel worden gemaakt. Gisteren werd bekend dat een commissie het finale rapport Voorbereiding Transitie naar NMA en Liquidatiestichting NIMOS heeft overhandigd aan minister Silvano Tjonahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De bewindsman zei vandaag in gesprek met journalisten bij het kabinet van de president dat de NMA meer bevoegdheden zal hebben dan NIMOS. Tjonahing benadrukt dat de Nationale Milieuautoriteit een belangrijk instituut zal worden in Suriname. Het is eigenlijk een enorme grote stap naar modernisering van ons milieubeleid. Het zal de handhaving ten goede komen omdat de Milieuautoriteit bevoegdheden heeft om mensen bijvoorbeeld te vervolgen. Mensen die dus slecht omgaan met het milieu, die kunnen door de Milieuautoriteit worden vervolgd. Dus en het kan nog een heel traject worden, volgens men daartoe overkomt? Ja, het kan nog even gaan duren natuurlijk, omdat zoals u weet, het opzetten van een instituut, daar heb je altijd een heel wat voorbereiding voor nodig. Je moet een heleboel, je moet mensen gaan recruteren, je moet de middelen hebben, maar in elk geval hebben we nu een kompas waarop we kunnen varen, om dus de zaken in goede banen te leiden. De bewindsman zegt dat het nieuws over de overgang van NIMOS naar NMA verkeerd is begrepen binnen de gemeenschap. Hij benadrukt dat het niet zo makkelijk is om een organisatie te liquideren. Bij het in de media verschijnen van het bericht dat de Nationale Milieuautoriteit al is opgericht, heeft dat voor wat turbulentie gezorgd, bij voornamelijk het personeel van NIMOS. Die zich afvroeg van mij wat gebeurt met ons, maar het is dus niet zo. Het is dat wij dus het rapport in ontvangst hebben genomen. Wat een mijlpaal is, omdat we hiermee eigenlijk die informatie kunnen gebruiken om direct de Nationale Milieuautoriteit te jumpstarten. En we zijn natuurlijk blij, omdat u weet de politieke verwikkelingen nu, ik bouw af. En dat betekent dus dat het voor mij natuurlijk een goed moment is om dit te kunnen overhandigen aan degene die dit werk zal voortzetten.